Ja. Maar de Vriezen zijn in uitwedstrijden niet bepaald productief. Ze scoorden pas 6 doelpunten in 7 uitbeurten. Maar Den Haag heeft het zwaar in de laatste weken. Het is gauwloze, een diepe bal zet hij goed voor. En René van Rijswijk zorgt na 3 minuten al voor 1-0 voor Cambuur. En dan worden de konijnen losgelaten in het Zuiderpark. Niemand krijgt hem te pakken. Groot vermaak bij het publiek. En benieuwd of dat konijn de kerst haalt. Ingooi voor Cambuur, terug bij Gauwloze. Peter van den Berg ramt die bal in één keer op de lat, maar hij zit niet. Kijken we nog een keer of dat zo was. Schot van den Berg, niet achter de lijn geweest. Het bleef dus 1-0 voor Cambuur. Sandel met een lange bal waar Heze uiteindelijk goed bij zit, maar niet weet te scoren. En zo bleef het dus 1-0 omdat de Ron in vorm was. Cambuur wint in Den Haag met 1-0.